VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en welkom bij de laatste uitzending van VVV TV van 2022. We beginnen deze uitzending met trainer Rick Kruijs, die terugblikt op de heerlijke overwinning in de Limburgse derby tegen MVV. Wat stemde je vooral tevreden? De manier van voetballen. De manier hoe we hebben gespeeld aan de bal. De manier waarop we de tegenstander onder druk hebben gezet. Het volhouden van het druk zetten. En de teamspirit. Was dit misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen? Nou, de afgelopen weken voetballen we natuurlijk al een stuk beter. Maar in zo'n beladen derby dat op de mat kunnen leggen. En kijkend waar we vandaan zijn gekomen en waar we nu staan, denk ik wel dat we goede progressie boeken. We hebben een aantal hele goede uitwedstrijden gehad. Maar thuis was het nog niet top. En nu eindelijk hebben we de fans kunnen trakteren op een mooie wedstrijd. Ondanks het goede spel kom je toch op achterstand. Word je dan onrustig op de bank? Ja, tuurlijk. Hè, want je hebt een heel veel kansen gehad daarvoor. En dan kom je ineens 1-0 achter. En dan, toen vond ik ook dat we als ploeg het moeilijk hadden. MVV die rook eigenlijk bloed. Maar gelukkig door een fantastische goal van Robert Klaassen komen we weer terug in de wedstrijd. Ja, en Nick Venema die beslist natuurlijk op een waanzinnige manier. Ja, het is niet de eerste keer dat Nick het beslist als invaller. Hoe belangrijk is hij in die rol? Heel belangrijk. En natuurlijk wil hij gewoon spelen. Alleen we hebben een goede concurrentie en iedereen heeft zijn kwaliteiten. En een wapen van Nick is om in die eindfase toe te slaan. En uiteindelijk ben ik blij voor hem, voor ons allemaal, dat hij deze goal maakte. Vrijdagavond dan speelt VVV de laatste wedstrijd van het kalenderjaar op bezoek bij FC Eindhoven. Wat verwacht Kruijs van die wedstrijd? Ik verwacht een moeilijke pot, omdat Eindhoven het gewoon hartstikke goed doet. We staan niet voor niks waar ze staan. En dat wordt een moeilijke pot, maar we willen het wel goed afsluiten. We zijn natuurlijk zeker uit ook sterk. En met de flow waarin we zitten, ja, gaan we daarheen om te winnen. Wat is de kracht van Eindhoven? Gewoon sterk collectief. Iets andere manier van spelen. Spelen vaak met 3 of 5 achterop. En zijn gewoon heel degelijk. Dan gaan we verder met een mooi initiatief van Richard Sedlacek. De speler van VVV ging langs bij het voedselproject van de VVV Foundation. En hij kwam niet met lege handen. Hij nam namelijk tassen met kleding mee voor de deelnemers van het project. Ja, ik heb met de club afgesproken dat ik wil een beetje kinderen helpen. En wat kleding en voetbalschoenen en een paar dingen naar iemand geven. En ja... Dus daarom, en VVV kwam met deze idee, met de VVV Foundation. En ja, dat lijkt me echt interessant en belangrijk dat ik dit doe. En ook VVV, dus ja, daarom. En je hebt heel veel kleren bij je, hè? Ja, ik heb wel veel kleren, ja, en schoenen, ja, dat wel, hè. Heb je nu zelf nog alle kleren over? Of? Nee, dat hoeft niet. Nee, ik ben wel blij dat ik kan... natuurlijk heb ik zelf nog over, maar ik vind het belangrijk dat ik kan kinderen helpen die het moeilijk hebben. En die gezinnen en kinderen kan zelf niet veel betalen. En dat is de kleinste ding dat ik kan doen voor hen. Wat is het precies voor een project waar Richard zich nu voor inzet? Het voedselproject is inderdaad, zoals je zelf zegt, een project van de Foundation. En wij bieden op wekelijkse basis zaalvoetbaltrainingen aan in Venlo, Tegelen en Blerik. Dus eigenlijk verspreid over een hele omgeving hier. En dat doen we voor de doelgroep 10 tot en met 17 jaar. Jongens, meiden, iedereen mag meedoen. En dat houdt eigenlijk het voedselproject zelf in. Daarnaast zijn er verschillende thema's die we ook behandelen. We spelen echt in op fair play, een stukje sportiviteit naar elkaar. Daar is Samira vooral ook zelf ook heel veel mee bezig, zoals je zelf net ook hebt gezien. En een stukje structuur komt er natuurlijk ook bij kijken. Ze zijn gewoon wekelijks kunnen ze gewoon zaalvoetballen. Ik denk dat dat voor deze doelgroep ook wel fijn is, dat ze dat in ieder geval op wekelijkse basis kunnen doen. Wat voor jongeren zijn dit?
Verschilt, dat kan echt, kunnen van allerlei jongens zijn. In ieder geval jongens van middelbare, meiden van middelbare leeftijd. Vaak in omgevingen dus waar we ook op verschillende locaties zaterballen. Kunnen jongeren zijn die misschien in een wat lastige situatie thuis zitten, maar dat hoeft niet altijd hoor. Vandaar denk ik ook dit initiatief vandaag met Richard, wat ook mooi is. Dat matchen denk ik wel goed bij elkaar. Je zou ook kleding weg kunnen brengen naar een algemeen kledingpunt. Waarom doe je dit liever? Omdat ik vind dat kinderen hier proberen wel sporten. Proberen gewoon bezig te zijn. Ik was zelf ook altijd voetballer. En ik had nooit ook echt makkelijk weg. En ook met geld en financieel... situatie in mijn familie en dus ik weet hoe zwaar het is en daarom vind ik belangrijk dat ik zelf die kleding geef naar kinderen dat die dat echt hebben nodig. Deze week organiseerde de Foundation na 2 jaar ook weer het Soep met Ballen diner. Hierbij zijn senioren uit de regio Venlo te gast in Covewo Stadion de Koel. Zij kregen een heerlijk kerstdiner voorgeschoteld en het werd een mooie avond in de koel. Dit was VVV TV voor 2022. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgend jaar. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.